Chesso, welkom bij weer een nieuwe Supply Drop video hier op mijn kanaal. Chesso, we hebben op dit moment 432 crypto keys. Die niet heel veel, maar ik denk toch, hé jongens, laten jullie eventjes een mooie Supply Drop opening gaan doen. We gaan vandaag rare Supply Drops openen. Dus laten we beginnen met de allereerste om te kijken wat hierin zit. Ik hoop natuurlijk dat we iets van de Shadow Claw, Iron Gym of iets in die richting kunnen krijgen natuurlijk. Dus dat zou mooi zijn. We hebben nu al een Legendary Rally Seraph Tent. Ranger Drop Retical, sorry, en een Sunshine KRM262 Camo. De Sunshine Camo was gewoon al een camo die er vanaf het begin, vanaf de game al in zat. Oh, ik dacht eventjes dat het een nieuwe wapen is, maar nevermind. Was niet zo, nou, dit is niet heel erg speciaal. Wel mooi dat het precies camo is, want die is best wel sick. Dus, die gaat ermee door, alleen gebruik het wapen nooit. Oh, let's go. Oh. Oh, ik gebruik bijna nooit Quickrap de Razorback. Maar we hebben een nieuwe calling card. En die wil ik wel even zien, want dat zijn weer van die speciale Black Ops 1 dingen. Blackcast. Oké, wacht. Die gaan we dan eventjes niet aanzetten, want deze die ik nu heb, vind ik wel mooi aan. Maar we hebben in ieder geval weer zo eentje erbij. Ik probeer natuurlijk alle calling cards uit de Supply Drops te krijgen. Dat lijkt me wel awesome. Maar we gaan nu kijken wat wij deze krijgen. Een decal. Night Outrider Body Team. En de Etching Camo. Oh, dat is... deze camo zat, geloof ik, naar mijn mening zat deze in Black Ops 2 als Prestige Camo. Maar dat weet ik niet zeker. Ik heb hier wel even een XR2 aanstaan. Ik heb natuurlijk de Diamond Camo erop. Ja, deze camo is echt ziek. Deze ga ik gewoon gebruiken. Ik vind dat ook ziek. Ik heb ook hier op dit wapen natuurlijk allemaal aparte dingen. Dus ik heb hier eigenlijk alles al vanuit de supply gekregen voor dit wapen. Dus die kan ik nou natuurlijk helemaal customizen. Zoals je het zover customizen kan noemen. Maar we gaan weer verder met de supply erop. Oké, weer een decal. Nog een common en een The Guns Nomad Post Catcher. Oké. Kom aan jongens. Ik gebruik nu het FME. Eén wat ik op de Razorback gebruik is of Rapid Fire of... Extended Max. Oh, mooie nieuwe El Potato emblem. Maar we hebben een mooie Transgression Camo op de Locus. Dat is wel mooi. Ik ga binnenkort ook even een sniper video voor jullie opnemen. Gewoon dat kan. Oeh, de Ice Camo op de ICR. Ah, jammer. Ik heb alleen al de Diamond Camo. Die vind ik daar net iets mooier op natuurlijk. Maar we hebben wel weer een mooie Legendary tand. We gaan nog een keer 30 supply drops openen. Of 30 points. Ah, jammer. We hebben natuurlijk dadelijk ook nog de duplicates die we even kunnen burnen. Huh, oh, de Storm Camo. Hey, mijn hele geluid is gebukt, want hij geeft geen aparte geluidje meer aan. Oké, wacht. Misschien moeten we even opnieuw naar de Black Market. Misschien dat daar aan lag. Yes, we hebben de Nuketown Calling Card. Oh my god. Deze wil ik echt al fucking lang hebben, jongens. Echt. Deze, even kijken, naar de Black Market. Dan gaan we die even allemaal aanzetten. Want ik wou die al fucking lang hebben. Nuketown. Dan doen we hier Black Market weer de... Even kijken, de NAM. En dan doen we dadelijk de drop-in in. Want die is wel mooi. Yes, we hebben de Nuketown camo. Of de Nuketown calling card. Hij is wel echt sick. Ik zweer deze echt sick. Maar die ik op dit moment aan heb staan, vind ik wel iets mooier. Want hij komt maar een heel mooi glimmend randje omheen. Maar als iemand nu zo naar mijn preview kijkt... En ik view combat record, dan krijg je dit te zien. Dus dat ziet er al best wel sick uit. Woe, let's go. Thanks, Call of Duty, thanks. Ik heb liever voor een nieuw wapen. Maar hé, dit ziet er ook wel gaaf uit. Want ik wou alle calling cards ervan. Nu nog een nieuw wapen. Nee, dit is het niet. Nee. Nee, kom op. Twee legendaries, één rare. Oké, okay. Ik zei dus vroeger altijd of ik een triple legendary kan krijgen, maar dat kan niet. Dus je krijgt minimaal één rare ding. En ik heb weer de precies camo, alleen mijn geluid is gebukt, want je hoort niet meer een speciaal geluidje meer. Maar boeien. Old school calling card. Nou, hey, mooi man. Gefeliciteerd. De ene laatste supply drop van op dit moment de dingen. Bandito Manowar Lakeside Jungle Party. Ik heb al dinges, hoe noem je dat? Diamond dus. Oh, de Prestige Camo op de P06. Hoe vaak ik al de Prestige Camo heb gehad, I don't know. Oké. We gaan nu dus even de
burn duplicates doen. Yes. En hopelijk kunnen we daar nog even 1 of 2 supply drops van openen. Dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Dan gaan we nog even snel kijken wat we hebben gekregen. Oeh, we kunnen er nog 2 openen inderdaad. Ja, tenzij, misschien 3 als we een bonusje krijgen. De gold calling card. Die is ook wel sick, ouwe. Gewoon easy, maar hey. Oh, de ritual kan op de panel 6. Ah, we kunnen er net niet nog een eentje mee openmaken. Ja, we gaan nu even snel kijken wat we hebben gekregen natuurlijk. Bij de Reaper hebben we de Nightbody. Nou, die is niet heel bijzonder. En de Geist, die hadden we al. Heb ik ook het Geist Head? Nee, dat niet. Alleen de Jester. Oh, jammer. Als ik de Geist had, dan ziet er wel sick uit. Dan heb je gewoon een soort van hero ding. Poplock, wat is Poplock? Ay, die is sick, jongen. Ik had eerst altijd zo'n nee. Maar nu gaan we de Poplock doen. Oké, die heb ik aanstaan. Bij de Spectre heb ik ook de Geist. Terwijl gewoon... Dit is eigenlijk gewoon de royalty van Advanced Warfare. Maar ik heb Hero daarop. Hier heb ik ook al Hero op. Dus hier heb ik ook de Geist. Maar ik vind Hero iets wel ietsjes mooier. Die straalt iets meer. Van, hey, ik heb die echte shit, jongen. De guns. Wat is dat? Oh, nou, zulke spierballen heb je niet. Dus die gaan we niet aanzetten. Jammer. Sorry, jongen. Sorry. No chance. Wat gaat ze zeggen? Komt die 3-2? You were never going to survive. Oké, je gaat het dus niet overleven. Hey, top man. What the fuck. Hier hebben we Aldan, Gunslinger. Zo, hey, kijk uit dan, want ze schiet zo neer. Ja. Oké, hier hebben we Nissa gekregen. En de Buddy, sowieso de Geist. Oh nee, de Knight en Ash and Blood. Oei, die is wel sexy. Die is wel sexy. Heb ik daar ook het hoofdje van? Nee, level mind. Let maar. Oké, de laatste ding wat we hier hebben gekregen is de Caterpillar. Nou, die is niet zo heel bijzonder of zo. Verder rest. De P06. Ik ga even de P06 klas snel aanmaken. Dat doen we gewoon op de plek van de... deze, de VP kan wel even weg. De P06, snel. Daar ga ik ook een videootje mee opnemen. Camo's. Ik heb hier 2 multiplayer camo's. De Ritual camo. De Prestige camo. De Warden camo. Ik heb hier heel veel dingen op. Laat even weten wat jullie de mooiste camo voor dit wapen vinden. De Prestige... de Ice Camo, de Transgression Camo of de Ritual. Ik vind de Ritual wel mooi. Maar ik heb ook nog 2 Nuketown Camo's en de normale Camo. Ik heb hier nog geen ene gekke scope op staan. We zetten gewoon even deze klas aan. Zo. Dat was eigenlijk bijna alles. We kunnen nog even snel naar de calling cards kijken. Die we hebben gekregen bij Common. Natuurlijk deze. De Gold hier zo. En waar heb ik er nog meer eentje bij? Bij deze Shorty. Oké, nou. Dit vind ik dus niet heel erg mooi. We hebben wel hier eindelijk de Nuketown calling card bij gekregen. Dus ik vind het mooi geweest. Mocht je nooit hebben van deze video. Laat je blauwe duimpje omhoog achter. Natuurlijk vergeet nog niet de vlog van 3 uur te checken. Die natuurlijk al 4 uurtjes online staat. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan bedankt jullie voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer jongens. Doei.